Wat tot en met de jaren 70 de tegelfabriek Helze Industrie was en later werd omgedoopt tot een karting, gaat nu definitief tegen de grond. Met de afbraak van de oude panden langs de Keirlandse Zille in Mol start hier de eerste fase van een nieuw bouwproject. Al vele jaren van voorbereiding zijn eraan vooraf gegaan. Zoals de mensen wel weten, denk ik, zijn we al jaren en dag bezig met de voorbereidingen om hier een nieuwe woonwijk te kunnen bouwen. En vandaag zijn we eindelijk aan de echte realisatie kunnen starten en starten de afbraakwerken. Dus in eerste instantie de woningen hier op de site en in de volgende stap ook de karting die zal verdwijnen. Wordt daar een gelukkige bewoner van? Mol, witte zanden, stille landen, zille landen. Gelenaar Ludo Bruinings heeft voor deze feestelijke gelegenheid een gedicht geschreven. Hij kijkt uit naar het nieuwe project, maar heeft ook herinneringen aan deze site. Ik ben hier al heel goed gevaren. Ik heb hier getennist in een tijd in de Noordhoek. Met de vrienden natuurlijk ook. En ja, ik ben heel graag onder de mensen, onder het volk. En ja, nogmaals, het is hier de place to be. Ik ben hier graag. Het terrein in verval, dat de laatste jaren ook te maken kreeg met krakers en zelfs een brand in de oude karting, maakt in de eerste fase plaats voor 86 appartementen, verdeeld over 4 gebouwen met daaronder parkeergarages. Er komt een publiek park van 1 hectare groot dat de projectontwikkelaar na de realisatie zal overdragen aan de gemeente. Het park zal instaan voor wandelen, je kan het met de fiets door, er wordt ook een fietsverbinding naar het centrum van de gemeente gelegd. En ook de waterbuffering zal plaatsvinden in het park. Er komen spelelementen voor kinderen. Dus het is echt wel een stukje nieuw Mol dat we hier ook mee aanleggen. Ik denk dat we binnen een kleine 2 jaar het park officieel willen openen, samen met de gebouwen dan ook. En dat we elkaar hier terugzien dan om het park in te huldigen. Een kwart van de eerste 86 appartementen is intussen verkocht.